ik hoef niet 5 keer in de week de bus te pakken, maar mensen wel, andere mensen wel. En die zijn daar gewoon de dupe van. En dat vind ik gewoon niet eerlijk van Connection. Met een online petitie hebben deze vriendinnen bijna 1200 handtekeningen opgehaald voor de terugkeer van buslijn 150. Connection heeft de lijndienst afgelopen zomer geschrapt omdat de bus te vaak leeg rondreed. Onze bus is opgeheven, de buslijn van Schagen via Winkel naar Alkmaar. En daardoor hebben wij veel problemen met naar school komen, maar ook mensen die naar het werk gaan of ja, gewoon met de bus reizen. Ik zie vaak genoeg dat de mensen moeten blijven staan op de halte omdat de bus vol is. En dat is gewoon, vooral aan het eind van de dag, is dat niet lekker natuurlijk, want je wil gewoon naar huis. Er rijden wel ook andere bussen, maar die zijn vaak vol. En dan moet je of een uur wachten of een andere optie zoeken om naar het station te komen of naar school. Dus dat is wel heel lastig. Er komen veel klachten uit de kleine kernen van de gemeente Schagen. Daarom gaan de protesthandtekeningen eerst naar het gemeentebestuur. Je kan niet eens zitten. Het is echt een strijd om een plekje. Buslijn 150 moet terug. We zijn steeds in gesprek met deze connectie, maar ook met de provincie, om te zeggen van joh, wat je bij ons geregeld hebt, dat klopt niet. We hebben heel veel ontevreden mensen. Dus dat is een goed signaal, een mooi signaal waar we wat mee kunnen om onze strijd tegen deze kaalslag, als ik het zo mag noemen, te steunen. Ja. Dat is wel een moeizaam gevecht, laat ik het zo zeggen. Want het gaat allemaal om geld. Alleen moeten wij wel strijden voor de verbindingen in onze mooie gemeente. Ik hoop in ieder geval dat ze er iets mee doen en dat we er in ieder geval niet voor niets hebben gedaan. Ik wil sowieso bereiken dat deze bus terugkomt, sowieso in de spitsuren. Met de bus naar huis? Nee, met de auto.